Nou, Lushka, dat is een nieuwe video hier op mijn kanaal. Als jullie kunnen zien, gaan we eens een keer Valkenoid spelen, volgens mij. Ik ben er wel in naam kwijt. Ik dacht van ja, laten we maar weer een keer gaan opnemen. Maar dus ja, we zitten nou weer onder de grond, zoals je bekend bent met dit spel. Ik wil op dit moment niet op de laatste save-file waar we op hebben gespeeld. Ik wil nu weer op de andere waar ik dus al wat verder ben. Daardoor heb ik dus ook wat andere spullen al. Oh, ik wil hier wel blijven, want hier gaan we. Nee, we gaan niet naar boven! Om de. Ah, gelukkig heb ik nog tijd. Maar, zoals je ziet, is deze iets anders. En zitten er ook wat andere spullen in. Zo was het dus bijvoorbeeld nu dat er in één keer een bed moest gaan plaatsen. Zou die graag hebben. Hier zitten dus ook tier. Hey, dit is nog een tier 2. Hier is dan een tier 3 ding. Dat ik dus heb moeten plaatsen al, omdat ik dus al wat verder ben in de game. Hier hebben we een tier 3. En we zitten op maximale capaciteit qua hoe groot het ding mag zijn. En we waren een beetje op aan het gaan qua kool. Voor alle stroom. Ah, ik kan nu wel even hier buiten laten staan zo. Alles weer aangaat. Maar zo te zien loopt de energie gewoon nu op. We zitten wel weer best wel close met onze core slot te zien. Maar ja, dat wil ik zeggen. Mijn energie zou weer gewoon omhoog moeten gaan. Want ik maak gewoon winst qua energie. Maar ik heb dus ook veel meer, ja, meer moeilijke maakbare producten en zo. Ik zou eentje nog hebben. Daarmee kan ik veel makkelijker. Oh, even zo springen. Oh. Dat is de map, maar ik kan mijn drillship mag ik niet naar beneden sturen. Maar dan moet ik dus maar even snel er naartoe lopen dan. Dan moeten we wel op tijd weer terug. Iron. Hier is de kool. Wat we graag willen hebben. Ik wil graag dat alle fabrieken wel genoeg stroom blijven krijgen. Ja, daar is die open. Ah, ze raakt nog steeds. What the fuck, jongens. Maar dit wat ik net deed, dat kunnen die robots niet. Oh, oké, ze kunnen het wel. Ik moet opschieten, anders ga ik dood. Ik ga anders dood. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Een drillship kan het hebben. Ik niet. Wacht. Ja, nu doet hij het. Mooi.
Denk, waar waren we ook weer mee bezig? We moeten weer naar boven. Nothing in plus, dealership systems, steel hull, and attack and destroy. De flagship zal waarschijnlijk vreselijk lastig gaan worden. Ja, ben ik bang voor dat dat echt een lastig iets gaat worden. Gaat ook steeds warmer nu met mijn monitor hier aan. Ik heb Intel tier 1. Nou. Gaan we gewoon op allemaal aan, we zien wel. Boom. En deze moet als eerste. Nou, zoals jullie kunnen zien, wordt hij ondertussen gemaakt. Ondertussen gaat mijn telefoon of ja, mijn horloge de hele tijd af. Maar zoals je ziet, wordt hij gemaakt onder nu weer netjes. Dus dan zie ik jullie wel wanneer hij klaar is. Want dat duurt nog wel even zo te zien. Oeh, zoals je ziet is hij bijna klaar. Hij is nu klaar, zo te zien. We kunnen hem gaan installen. En dan zorgen we ervoor dat onze hull een heel stuk sterker is ondertussen. Zo. Ik denk dat we alleen de move segments nog moeten doen. Kijk, die heeft hij ook mooi. Dus eigenlijk is het ook makkelijk als ik via hem een quest doe. Want dan weet ik precies van, dit moet ik hebben, dit moet ik hebben, dit moet ik hebben. Klaar. Dan gaan we naar de refinery. Dan hebben we dat klaar. Dan hebben we de research station. Dan moeten we twee van blauw hebben. En twee voor rood, zo te zien. Zoals je kan zien, ik heb verder hier nog niks ingehangen. Dat is ook gewoon puur van ja. Wat moet ik hier nog doen? We kunnen hem waarschijnlijk alsnog maken, dan kunnen we dat ook weer netjes krijgen. Ja, dat is dan ook klaar. We kunnen hem hier even uithalen. Waar is die? Oh wacht, ik moet het natuurlijk nog maken eerst, hè. Dan wil ik hem in deze maken, oké. En dan waren het de improved tracks. En dan zien jullie wel weer wanneer ik dat af heb. Nou, zoals je ziet is die nu klaar. We kunnen hem er even uithalen. Waar staat die? Ja, het maakt niet uit waar ik hem erin stop en welke kant. Chance to escape quickly from the blast wave is always a great benefit. Equip a pickaxe by pressing 2. Ah, dan moeten we titanium gaan halen. Nou, dat gaan we dus dan maar bij de volgende aflevering doen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk vond het een leuke video weer van Volcanoid was volgens mij. Ja, Volcanoid. Oh, wat. Ik heb iets met deze game. Ik kan de naam bijna nooit uitspreken.
Maar ja, ik zie jullie bij de volgende aflevering weer van Volkenoid. En ja, hoop ik vonden jullie het een leuke video. En tot ziens.